Trams rijden er niet meer op dit uur van de nacht. Toch is het tramspoor aan de Coolsingel vergeven van RET-personeel. Ze voeren testen uit voor het NK Tram Trekken. Hoe lang we erover doen? Hoeveel mensen hebben we nodig? Hoe lang is het traject? En uiteindelijk hoeveel teams kunnen we gaan uitnodigen? Het schijnt heel slecht voor je nagels te zijn, hè, tram trekken. Is dat zo? Ja, dan gaan we gewoon van de week even langs de manicure. Komt helemaal goed. En dan kan het trekken van de tram beginnen. Kom op. Oké, kom. Ja, maar kom dan. Vijf man en dan gaat hij nog niet fruit. Dat schot mij ook tegen. Ja, jullie zijn allemaal niet gevreten. Mensen hebben nou een maand de tijd om te trainen. Alleen is wel je telmoment. Nee, jullie hebben nooit getraind. Ik ben genoeg lap op de bank geweest vandaag. Er wordt niks. Ja, hier zien we de echte sportvrouw op de hakken. Ik was gaan stappen en ik dacht, ik zal mijn collega's even aankomen moedigen. Maar ik werd gelijk al schoenen aangedrukt en ik moest ook trekken. Maar u bent de geoefende trekker? Nee, ik heb niet geoefend. Vijf mensen vijven, dat is echt een uitdaging. Dus een mannetje of acht heb je toch wel nodig. De kabels zijn getest, de cijfers bekend. Het trainen voor het NK kan beginnen. Nou ja, trainen. Ik heb helaas thuis geen tram, dus dat wordt heel moeilijk. Maar gewoon, gewoon de dagelijkse training die we altijd doen. Ja. En de conditie, Dat mag aangewerkt worden. Maar daar hebben we gelukkig nog een maandje voor. Dus daar gaan we ons best voor doen.